Hi, mijn naam is Frank Doorhof. Welkom in onze studio in Emmeloord en vandaag laat ik je een product zien waar ik al een tijdje mee bezig ben en waar we ook heel lang op gewacht hebben. Namelijk de AirDirect van TerraTools. Nou, als je in de studio aan het fotograferen bent is een van de mooiste dingen natuurlijk om tethered te schieten. Wat is tethered schieten? Tethered schieten betekent feitelijk dat je de camera aansluit op een computer of op een tablet of op je telefoon en dat de foto's daarop binnenkomen. Dus je wil het hebben op een groot scherm want dan kun je de focus checken, je kan de exposure checken en dan weet je zeker dat alles goed is. Maar ja, dat kun je op een paar manieren doen. Je kan het met een kabel doen. en voor mij werkt dat erg goed, maar als je bijvoorbeeld op locatie bent, kabels kunnen vies worden, mensen kunnen op de kabels gaan staan. Het liefste zou je dan eigenlijk een draadloze verbinding willen hebben. Nou, laat ik beginnen om te zeggen: een draadloze verbinding heeft één heel groot nadeel. En dat is snelheid. Je kan eigenlijk wel vergeten om in een fashion-opstelling om rolbestanden over te sturen. Helemaal met een 66 megapixel of 60 megapixel camera, dat kun je echt wel vergeten. Dat duurt gewoon te lang. Aan de andere kant. Als je stillevens doet of landschappen en je wilt tedderen, dan kan het natuurlijk perfect. Dus we moeten een splitsing maken tussen de RAW-files op de camera en de JPEGs naar de computer of naar de tablet. En gelukkig kan dat gewoon in de software. Dus dat is oplossing één. Een andere oplossing waar vaak mensen tegenaan lopen, is dat je natuurlijk gewend bent om Capture One te gebruiken. Of Smart Shooter of Lightroom of wat voor software je dan ook maar gebruikt. Ga je over naar een wireless systeem, betekent dit vaak dat je met hotfolders moet gaan werken, met aparte apps? Dat willen we gewoon niet. Hè. We willen gewoon eigenlijk exact hetzelfde hebben als met een USB-kabel. Nou, dat noemen we Virtual USB. En natuurlijk ondersteunt de AirDirect dat volledig. In andere woorden, je start de kleine app op genaamd ADU en op dat moment denkt Capture One of Lightroom dat jouw camera gewoon op USB is aangesloten. Je kan ook gewoon alle settings veranderen, live view werkt, het is net alsof er een USB-kabel tussen zit. En om heel eerlijk te zijn, de RAW-files, dat gaat dan misschien niet, maar de JPEGs komen net zo snel binnen als de RAW-files. En heb je een Sony-camera, wat ik meestal doe, en dat werkt natuurlijk ook voor Canon en Nikon, is dat ik in de camera de JPEG zet op een lage resolutie, bijvoorbeeld 16 megapixels, en op een ja, wat meer compressie. Op dat moment is bijna op het moment dat je de knop indrukt, zijn de foto's meteen binnen. En 16 megapixels, laten we heel eerlijk zijn, dat is meer dan genoeg om je focus te checken. Oké, okay, nou vraag je je af van, hé hey, maar Frank, mijn camera wordt standaard niet ondersteund onder Lightroom. Kan dat dan nu wel? Uh, nee. Je moet er eigenlijk vooruit gaan dat alle software, wie normaal werkt met jouw camera op USB, die werkt ook met deze oplossing. Een van de belangrijkste dingen is natuurlijk hoe monteer je dat ding nou eigenlijk op je camera. Nou, er zit een hot shoe adapter op. Dus met andere woorden, je kan hem gewoon boven op de hot shoe doen. En ik hoor je meteen denken: Hey Frank, en mijn flash triggers dan? Ja, er zijn een paar oplossingen. En Terratools Tools natuurlijk levert die oplossingen. Je kan ervoor kiezen om als je in de studio werkt met bijvoorbeeld henselflitsers, om heel simpelweg een cold shoe adapter te gebruiken. Dus je gebruikt een hot shoe adapter met een klein balkje en daar zet je twee andere adapters op. Maar dan moet wel de flitser nog steeds afgaan. Wat ik zelf doe, en dat vind ik ook veel makkelijker, is de AD ARCA mount, Air Direct ARCA mount. Dat is een heel klein dingetje en die kun je op een L-bracket zetten, maar bijvoorbeeld ook op het tether En dit gebruik ik onder op de camera vaak. En hier schuif je hem gewoon netjes op en op dat moment heb je aan de onderkant van je camera kun je netjes je R direct zetten. Je moet dan wel even oppassen dat je je camera inderdaad zo neerlegt of zo, afhankelijk van natuurlijk waar de USB-kabel zit, want ondanks dat het een draadloos systeem is, je hebt natuurlijk nog wel steeds een korte USB-kabel nodig van de R direct naar je camera. Een van de grootste frustraties is natuurlijk als je iets binnenkrijgt. Je maakt het open, je bent helemaal blij. En je mist dat ene kabeltje. Ja, nou, daar is aan gedacht door TerraTools. Ze leveren gewoon ja, eigenlijk alle kabels mee. Vijf stuks in totaal. En dat is 2,4 gigahertz of 5 gigahertz. We hebben het allemaal wel eens in onze router gezien. Daar moet ik wel even een kanttekening bij maken. Je zou zeggen: 5 gigahertz dat is de beste oplossing, want dat is veel bandbreedte. Met Tedderen is dat niet helemaal waar. Persoonlijk zou ik gaan voor de 2,4 GHz-aansluiting. Om één hele simpele reden. 5 GHz heeft inderdaad meer bandbreedte. Het gaat wat sneller. Maar is ook veel gevoeliger voor afstand en ook verlies van je kwaliteit van het signaal. 2,4 GHz gaat eigenlijk gewoon door muren heen. 5 GHz je moet eigenlijk wel een beetje in de buurt van je computer blijven. Maar dan heb je wel wat meer snelheid. Ik zou zeggen, probeer gewoon beide uit. Bij mij staat hij eigenlijk standaard op 2,4 gigahertz. Een ander ding wat je even op moet letten bij deze, is er zit een schakelaartje op en die heet ADU en Mobile. Als je hem gebruikt op een desktop, dat kan Windows zijn of Mac, dan moet je hem even op ADU zetten. Start dan eerst de software op van Terratools, maak dan verbinding met je wifi signaal van de AirDirect... En dan kun je de software opstarten. Doe het wel in die volgorde. Dus eerst ADU opstarten. Dan WiFi-connectie maken. En dan pas de software opstarten. Is de software al opgestart, zal hij de camera niet vinden. Die mobile schakelaar, die is als je mobiel wil werken. Bijvoorbeeld op je iPad, op je iPhone. Maar ook onder Android. Dus Android tablets en Android phones. Het werkt allemaal. Eén kanttekening. Canon en Nikon werken perfect op de mobiele app. Met Sony zijn ze nog bezig. Ga je naar de desktop toe, dan werken alle camera's gewoon. Want dat is een soort virtual USB. Want een heleboel mensen zullen zich nu afvragen: Hé hey Frank, waarom zou ik zoveel geld betalen voor een draadloze oplossing? <laughs> wist je wel dat het in je Sony-camera zat? Serieus? Ja, natuurlijk wist ik dat het in de Sony-camera zat. En natuurlijk hebben we dat ook uitgeprobeerd. En met de Sony-camera moet ik gewoon heel eerlijk zeggen: als ik het in mijn slaapkamer uitprobeer of in een hotel of waar dan ook in de studio, het werkt altijd perfect. Ja. En dan gaan we een workshop geven in een uh, ja, wat meer omgeving waar wat meer wifi is of waar wat meer beton zit. En zelfs als ik naast mijn tablet zit de helft van de tijd komen de foto's niet goed door. Ze komen, ja de verbinding valt weg. Dat wil je gewoon niet. Dat is zo frustrerend. Deze hebben we nu al een paar keer geprobeerd in situaties waar echt het wifi signaal overbezet is. En waar ook veel storingssignalen zijn. En tot nog toe beetje afkloppen, maar tot nog toe heb ik nog geen enkele storing gehad. heel eerlijk, als jij werkt met terret schieten en je wil gewoon draadloos gaan werken, betaal iets meer en koop de AirDirect. Je hebt zo ongelooflijk veel meer en vooral dat virtual USB. Ik kan dat niet meer dan genoeg benadrukken. Dat is zo belangrijk. Geen geklungel met hotfolders, gewoon virtual USB. Fantastisch. Dus AirDirect van Tether Tools, highly recommended.